We zitten hier in Blijdorp en deze omgeving is een beetje gevaarlijk, want hier zitten aasgieren, marabous. Die beesten zitten daar en die hebben echt een spanwijdte van, nou, ik denk wel, die vleugels hebben een spanwijdte van 2 meter. Nou, die beesten wil je niet in je nek hebben en die vliegen hier gewoon vrij rond. Dat betekent, als ik ze in de vlucht wil fotograferen, dat ik hele snelle sluitertijden nodig heb. Nou, ik laat je even zien hoe je dat moet doen. 1. Haal je camera van de automaat af. Heel belangrijk. Zet hem op S. Die S staat voor sluitertijden of voor shutter. En zet die S dan op 1/2000ste. Dat is een hele snelle sluitertijd. Oh ja, het voordeel van als jij de S gebruikt, dus de sluitertijd, dan bepaalt hij zijn diafragma, bepaalt hij helemaal zelf. Tweede wat je moet doen is een heel goed objectief hebben. Dus gebruik een enorme telelens. Ik heb hier 200 mm op zitten. 200 mm is voldoende. Wat ook belangrijk is, is dat je je toestel zet op continu scherp stellen. Ja, dus wanneer jij je ontspanknop half indrukt, dat het toestel zich blijft scherpstellen waar jij het op hebt gericht. Heel belangrijk. Dus als die vogel dadelijk van die rots afvliegt, dat ik hem dan al mijn scherpstelpunt al op de vogel heb. En komt hij dichterbij, dat hij dan automatisch scherp blijft stellen. En als hij weer wegvliegt, dat hij dan ook blijft scherp stellen. Nou, dan het allerlaatste wat heel belangrijk is, zet je camera op continu afdrukken. Dus als ik mijn ontspanknop helemaal indruk, dat hij dan dit doet. Ja? Nou, dat zijn eigenlijk de belangrijkste regeltjes. En dan is het voor de rest heel goed opletten voordat die beesten eindelijk wat gaan doen. En ik ben nu heel erg vroeg hier, dus die beesten zitten allemaal in de zon. Die zitten eigenlijk nog een beetje op te warmen. Het is net een koude avond hebben we gehad, een koude nacht. En ze zitten op te warmen, dus ze vliegen nog niet zo gek veel. Maar de foto's die ik je nu laat zien, die heb ik op eerdere momenten heb ik die gemaakt. En nou ja, kijk eens wat je er allemaal mee kan fotograferen in een vogelkooi. Zo, hallo. Nou, ik hoop dat jij nu zo enthousiast bent geworden over het fotograferen van vliegende objecten, dingen die heel snel gaan, dat je het ook eens een keertje gaat uitproberen. Veel plezier ermee, hey, en tot een volgende fototip. Tino!